What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leaving. But where? I have to return some videotapes. Ja, dag dames en heren. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Video Corner. De corner waar we jullie wekelijks voorzien van het laatste nieuws uit de filmwereld. En dit is weer alweer een nieuwe aflevering tijdens het paasweekend. Mijn naam is Mirza. Mijn naam is Oroen. Mijn naam is Hakan. En mijn naam is Erdem. We hebben een speciale gast, Erdem. Ja. Ik zou eigenlijk paaseitjes gaan zoeken, maar ik heb jullie... Ze liggen hier ergens. Ja, ze liggen hier ergens verstopt. We gaan straks even zoeken. Okay. Maar jongens, hoe is het met jullie? Ik zal even aftrappen, maar mij niet zo heel goed. Ik zit kaart aan een morfine. Dus ik space hem, man. Ja, man. Lekker aan het spacen. Hakan? Gaat lekker, man. Ja? Ik heb dorst, jongen, niet normaal. Nog steeds? Ja, jongen. Sinds de vorige aflevering. Jongen. Hele dag, jongen. Echt hele dag. Jij bent cheater, jongen. Ik hoorde je net nog boeren. Ik weet niet wat je hebt gedronken in de ochtend. Ja, maar vannacht. En Erdem? Ja, gaat ook lekker, man. Ja? Lekker, ja. Waar was je al die tijd, man? Oh, ik heb ene keer heb ik werk, de andere keer werkloos. Dingen. Ja. De andere werkloos. En de andere keer lag ik nog in bed toen jullie mij aan het bellen waren. Ja, we hebben vorige week wakker gebeld. Dus, we wouden je eigenlijk nu wakker bellen, ook... Ik denk dat ik jullie zou uitschelden. We hadden niet verwacht dat je zou komen, man. We dachten, hij was sowieso verslapen of zoiets. Want we komen normaal rond 12 uur hier, je laat helemaal niks van je horen. We dachten, hij komt weer niet. Ik had hem alvast ingeladen. Ja, ik had Mirza gisteravond nog beloofd. Ik zei van, morgen kom ik. Iets aan de late kant, maar we zijn er. Nee, top. Ja, top. Maar jongens, wat was het weer een week qua nieuws? Ja, veel Disney, man. Veel Disney, ja. Ik zag heel veel Disney. Maar er was ook nieuws vanuit Warner Bros. Die is in gesprek over de Harry Potter-serie. Ja, man. Harry Potter. We hebben hier twee, volgens mij wel fans, want jullie hebben ook Harry Potter Legacy gespeeld. Ja, zeker. Tattoo op mijn voorhoofd. Zeker. Zo'n bliksem. En daarnaast John Wick, spin-off film Ballerina, die krijgt een release-datum. Ja. Ik heb geen idee waar Ballerina voor staat. Dat kunnen jullie me straks wel uitleggen. Weet je niet wat een ballerina is? Nee, waarom? Dat is toch die chickie die zo... Ja, zeg maar een vrouw. Die, ja. Ja, maar wat heeft dat met John Wick te maken? Vrouw. Ja, dat weet ik niet. Maar dan kunnen ze deze jongens me straks vertellen. Nee. Ik denk dat dat dingen te maken heeft. Op een scène gaat hij naar het theater en zo, toch? En dan zie je daar Een vrouw. Nou, ga je me straks uitleggen, denk ik. Oké, sorry, man. Ja, toch? Niet nu, straks, hè? Ja. Even geduld. En de officiële teaser van Mokro Mafia... Tata is uit. Tata. Hey. Dat is ook een film, toch? Geen serie? Dat is een film, ja. Ja, precies. Maar daar komen we allemaal zo op terug, man. Ja, man. Laten we beginnen. Laten we snel beginnen. Yes, we waren net begonnen met Harry Potter nieuws. 7 seizoenen, gelijk. Bam. Ja, 7 boeken. 7 seizoenen. Gewoon lekker in je face, man. Oh, dat is wel lekker, toch? Heb jij nooit Harry Potter gekeken? Of heb je er gewoon niet zo heel veel mee? Ik heb er niet zoveel mee. Ik heb wel de eerste, hoe heet die, de Steen der Wijze. Oh, ja. Steen der Wijze, ja. Maar daar heb ik ook gelijk de PlayStation 1-spel van. Oh, ja. Smackies. Yes. Ja. Die mannetje die zo die nek valt en zo. Ja, okay, die met geest zo. Ja. Je hebt bij Harry Potter 2 kon je game, volgens mij, was dat. Kon je dwerg werpen. Ja. Kon je zo die tuin in, kon je dwerg werpen. Nee, maar er zijn dus... 7 boeken, 7 seizoenen. Dus per seizoen wordt gewoon een... Maar wordt dat niet een beetje ingekort dan? Binnen alles ingepropt in 1 seizoen? Is dat... Of wordt dat weer... Ja, hoe moet ik het zien? Nee, ik denk juist niet ingepropt. Heel uitgebreid, denk ik juist. Ja, wou net zeggen. Maar film, 1 seizoen is een compleet boek. Ja, 1 film is ook 1 boek. Nu heb je 8 films. De laatste is dan opgesplitst in 2. Klopt. Maar nu komen er dus 7 seizoenen. Serie dan. Met elk seizoen een boek. Dus Stenen Wijze wordt dan gewoon weer opnieuw gemaakt. Maar ik heb de boeken zelf niet gelezen, zeg maar. Je hebt überhaupt nooit wat gelezen. Ik heb de films gezien. Maar is het in het boek, zeg maar, is dat ongeveer hetzelfde verhaal als de films? Nee, heel anders. Dat is nooit zo. Het is gewoon gemaakt voor film. En gaat die
oude Harry Potter erin spelen? Nee. Dat weet ik niet, man. Dat denk ik niet. Denk ik niet. Dat is wel minder, man. Hoezo minder? Dat is een 30-jarige gast. Een nieuwe Harry Potter is een 30-jarige gast. Is een brugklasse. Ja. Maar ik vond die oude Harry Potter vond ik wel veel beter. Maar oké, moet dus blijkbaar... oude Harry Potter. Gewoon de standaard Harry Potter. Maar stel voor, het moet een nieuwe Harry Potter gast worden dan. Wie zou dat kunnen doen dan? Ron Weasel. Ja, Ron Weasel? Samuel L. Jackson of zo. Hij had toch al aan het einde van Harry Potter 8 had hij toch dat hij zijn zoon of zijn kind op de trein zette. Ja, klopt. Misschien gaat hij het spelen. Hij had zelf had hij 2 kinderen. Samen met Ginny, toch? Ja, met Ginny. En, met de zusje van Ron. Ron en Hermeline, die kwam nog. Oh, ja. Die hadden nog 2 of 3. En je ziet Draco ook nog. Draco is het weer zo'n blonde albino kind. Misschien kan Tom Hanks spelen. Tom Hanks. Nee, maar het is wel... Het heet Wizarding World, of zoiets. Ja. Ze zijn gewoon de hele universe aan het uitbreiden. Dus ze hebben dus alle films al. Ze hadden de Fantastic Beasts, heb je volgens mij. En dan heb je nog een keertje The Games, wat nog uitkomt. Dat is ook een onderdeel daarvan. En nu weer dus een nieuwe... Oh ja, plus je had nog een 20-jarig bestaan docu-ding. Ja, klopt. Een reunie. Een reunie, inderdaad. Ja, dat zat allemaal in die kasteel. Ja, en dan nu komt er dan weer een nieuwe seizoen. Klopt. Ja, nieuwe serie. Maar ze zijn nog in gesprek, dus. Wat vind jij de beste film dan? 4. Vier? Welke is dat? Met die doorlof Order en zo? Met die, maar dat is Voldemort voor het eerst terugkomt. Dat is met die dingen, man. Die met beker. Dat ze voor die beker gaan strijden. Die triathlon, zeg maar. Gewoon verschillende elementen. Hoe heet die in het Engels? Order of Phoenix. Ja, Order of Phoenix. Yeah. Yeah. Goblet of Fire, sorry. Ja, Goblet of Fire. Hoor, ja, dat was het. Vuurbeker. Vuurbeker. Ja, de Vuurbeker. Harry Potter en de Vuurbeker. Die vond ik ook... Dat ik vond de eerste vond ik wel leuk, man. Stinne wijze. Wat stinne wijze. Ja, man, met die treintjes en zo. Met die chocolaatjes die kikken en zo. Zou ik je wat zeggen? Ik heb Harry Potter... Ik begon bij Harry Potter 2. Mijn neef alleen moest jij toen... doet dat weer. Nee, luister. Ik begon bij Harry Potter 8. Mijn neef die moest toen voor een schoolproject moest naar de film. En hij vroeg of ik mee wou. Prima, ben geweest. Heeft die heb betaald, ik daar toevallig of niet? Gezien. Ja, hij is wel gelukkig. Maar die heb ik toevallig toen gezien. Deel 3 zag ik toevallig bij een vriend van mij thuis. Echt allemaal toevallig. Niks met intentie, weet je wel. En deel 4, dus de Vuurbeker, die heb ik echt gewoon opzettelijk gekeken. Maar ik heb gewoon jarenlang, gewoon een paar jaar later of zo, heb ik een keer gewoon alles vanaf het begin gekeken. Allemaal kruiskras door. Maar je hebt dus 1 wel gezien ook. Ja, 1 heb ik uiteindelijk wel gezien. Nee. Als laatste. Okay. Ik heb thuis nog van de Intertoys, ik weet niet waarom. Maar die hoed, zeg maar. Die praat. Ja? Die tinkies. Neem die volgende week mee. Zal ik hem meenemen? En dan hebben we sowieso Hufflepuff of zo. Gryffindor. Gryffindor. Ravenclaw. Maar die hebben allemaal hun eigen dingen. De Hufflepuff zijn bijvoorbeeld hardwerkende studenten. Slytherin is Dark Arts. Gryffindor is volgens mij Explorers, dapper, ja, zoiets. Maar ja. Harry Snotter, lekker man. Over universes gesproken. Deze week nog meer universes. We hadden het zo net er ook even over. Nieuwe Mokromafia. Ja, zeker. Teaser. Ik ben er niet zo'n heel groot fan van. Maar er zijn wel gewoon genoeg mensen in Nederland die ernaar uitkijken. Mijn vader keek laatst. Nou, Mokromafia. Ja, hij zegt, oh kijk, Erdem, Nederlandse maffia film. Marokkaans. hij begon ook bij seizoen 3 of zo. Hij keek gewoon, hij vindt het leuk. Dat is mooi, man. Mijn pa ook. Hij begon met Vikings Valhalla, terwijl hij eigenlijk nog 6 seizoenen die Vikings... Ja, precies. Maar die neiging had ik ook, hoor. Toen ik Valhalla zag, zeg maar. Toen dacht ik ook van, ik wil gewoon aan deze beginnen, zeg maar. Die andere, laat maar zitten. Met deze, soms heb je geen zin om te beginnen als je ziet dat er 8 seizoenen of zoiets zijn. Ja, precies. Maar ik kijk bijvoorbeeld films en dan op een gegeven moment zijn die series zo langdradig. Dan denk ik op een gegeven moment van, ik wil gewoon weten hoe dit gewoon compleet afloopt eigenlijk. Ben je wel aan het kijken? Maar dan moet gewoon... je op YouTube zo'n samenvatting kijken. Ja, maar die heb je niet van iedere serie. Gewoon end scene of zo. Maar Mokromafia had het over Tata. Gaat hoogstwaarschijnlijk over... Want Tata, volgens mij wat ik kan herinneren, is Tata verdwijnt op een gegeven moment. Het is best wel raar om dat Tata te zeggen. Ja. Maar Tata verdwijnt op een gegeven moment. Seizoen 4 zien niet zo heel veel meer van. Ik denk dat dit soort van backstory is van waar hij is gebleven. Ja. De teaser zag je ook niet zo heel veel. Vooral gesprek in de auto. Gesprek in deze polo. Solo. Ja, man. Ja, en over nog meer universes gesproken.
John Wick Universe. Vijfde komt misschien uit, maar ja, nu komt er ook een ballerina spin-off uit. Mm. Ja. Vertel, wat heeft die ballerina ermee? Ja, wat ik denk dat het, want hij liep op een gegeven moment dus die operazaal in. Ja. Ze zijn Russisch. Mm. Russisch ballerina of ballet komt uit Rusland. Ja. Zo'n linkje of zoiets. Mm. En ik denk dat dit vooral over de secte gaat waar hij een onderdeel van is. Kan hij niet verliefd raken of zo op een ballerina of zo? Dit heeft een van die films loopt hij inderdaad, zoals jij zegt, in zo'n theater in. Loopt hij theater in. En daar heb je al die ballerinas, heb je daar, weet je wel. Ik denk dat en een van die ballerinas, dat is dan ook zo'n persoon net als John Wick, weet je wel. Die wordt dan ook gewoon ingehuurd. De hele universe is een killer, hoor. Die hele wereld, jongen. Ja, klopt. Echt. Iedereen, gaat een message iedereen uit die in die hele straat wilt hem vermoorden, jongen. Wat is dit? Jongens, 18 miljoen. Persoonlijke bakken, die komt je in één keer afslachten. Ja, jongen. Nee, maar dus ja, nog even. Volgens mij komt die volgend jaar een keertje uit. Maar als John Wick fan, ik bedoel The Continental komt. The Continental komt in november, dacht ik. Ja, The Continental is eigenlijk... Zitten we voorlopig goed. Je wordt goed uitgemolken, denk ik. Dit hadden we toen ook een keertje over. Dat aan het einde van John Wick 4 maakt hij een deal dat die Continental wordt gefixt. Ja. Ik denk dat er daar... Ja, daar hadden we in de review dan, over. Ja, en dan wordt die Continental... Wordt gaan dan ze die Continental opbouwen en dan gaan ze... En dan komt de serie uit, weet je wel. Ik denk dat... Volgens mij zijn ze nog aan het bouwen. Ik weet niet zeker. Nee. Moeten we even naar New York. Even kijken wat de toestanden zijn. Volgens mij is die in november af met renovaties. Dus dan komt de seizoen ook, of de serie komt dan ook uit. Kijk. Veel universes, jongens. Nog een universe nieuwsje. Oh, komt-ie. We hebben echt laat veel maar universes, komen. Man. Ja, klopt. Kijk, je hebt Mokro Mafia Universe. Je hebt John Wick Universe. Je hebt Creed Universe. Je hebt Harry Potter, Creed, Wizarding World Universe. En nu... wordt de Shrek-universe verder uitgebreid? Shrek? Oh ja, Shrek. Klopt. Shrek 5 is gehint op Shrek 5. We hebben geteased. Maar ze proberen de originele cast bij elkaar te krijgen. Succes. En dan, ik heb Shrek nog nooit gekeken. Niet? Nooit? Nee. Oh, ik vond Shrek vroeger vond ik het echt geweldig. Ik weet niet hoe ik nou zal reageren als 5 uitkomt. Maar ik heb nog nooit Shrek gekeken. Was wel echt goed. Gingerbread Man. Ze hebben mij toen wel gevraagd voor de show, voor de cast. Ja? Ja, man. Ja? Ja, man. Als Fiona. Nee, als die groene. Nee, als hoe heet die ei ook alweer? Of was dat niet Shrek? Je had zo'n... Als die dinosaurus. Of die ezel. Zo'n eihoofd, is het toch? Was dat niet Shrek? Hoe heet die? Humpty eihoofd. Dumpty of zoiets, toch? Nee, jullie hebben zelf ook niet gekeken. Nee, is te lang geleden, man. Hoe lang wanneer was Shrek uitgekomen? Je hebt die Gingerbread Man en je hebt die in de Prins. Zo helemaal zo'n rare, gekke hoofd. De rare koep. Maar je hebt ook dingen, Puss in Boots. Puss in Boots. Puss in Boots. Dat is wat ik wilde vertellen. Dus het is een universe. Dus je hebt nu Puss in Boots. Puss in Boots universe heb je. Die tweede was ook eind vorig jaar zo uitgekomen. Oscar nominated ook, dacht ik. Voor animatiefilm. Maar samen met Shrek 5 film willen ze ook werken aan een donkey spin-off. Oh dus... ja, die ezel. Oh, daar kunnen ze jou dan nog voor vragen. Je zegt zo net, ze hebben mij gevraagd. Ja, maar niet voor die ezel. Het was voor Shrek zelf. Blauw, man. Nog één grap en je gaat eruit. In leven, die kop ervoor. Ja, wat veel gepraat, jij. Oké, minuten zijn op. Hakan, heb jij nog wat nieuws? Ja, ik zag van de week zag ik This is what you want. Blue This Beetle voorbij komen. Ja, daarom zing ik hem ook. Blue Beetle, yes. You're the Lil Uzi. Ja, klopt. Heb je hem gezien, Oren? Nee, hij is nog niet uit. Nee, ik bedoel de trailer, jongen. Ja, ik heb de trailer gezien. Ja. Ik vond een beetje Spider-Man-achtig. Ja, ik heb Spider-Man, Iron Man. Ja, gewoon zo'n suit. Ja, maar inderdaad. Ik ben niet zo'n fan van die type of dingen, man. Ik hou bijvoorbeeld van Batman, omdat die Batman zo'n realisme heeft, weet je wel. En dan werd er ook verteld van Mudface komt in Batman. Alleen, ik denk dan bijvoorbeeld dat ze dan Mudface gaan maken als een gast waarvan een gezicht is verbrand. Mm. Bijvoorbeeld van de laatste Batman, Joker in die comics is heel extreem en zo. En de Riddler is ook allemaal heel extreem. Yeah. En in die films is het gewoon een normale persoon. Ja, klopt. En ik denk dat ze dat zo... En daar hou ik dan eigenlijk ook weer van. Dus die Beetle... Ik vind die films met high-tech dingen vind ik wel leuk. Bijvoorbeeld Iron Man. Maar de Blue Beetle, Beetle. Van wie kreeg hij dat? Hij kreeg een hamburgerdoosje of zo. Nee, in de trailer pakt hij in één keer uit zo'n doosje inderdaad. Komt zo'n Beetle. En die valt hem in één keer aan. En krijgt hij in één keer die krachten. Maar het doet me denken een beetje aan Spider-Man. Qua tech aan Iron Man. Maar ook van, hij zegt, jij denkt het, ik doe het. Dat is een beetje Green Lantern. Oh. Zowel, die kan ook
met zijn fantasie. Hij zegt ook, hoe rijker jouw fantasie is, dan kun je alles maken. Oh. En dan zien we op een gegeven moment zo met twee zwaarden de handen veranderen. Ik weet niet, het lijkt me wel een mix gewoon van alles wat... Het is van DC, maar alles is een beetje een Marvel-vibe, heb ik. Ja, dat hebben... Ja. Sorry, twee gesprekken door elkaar, jongens. Wat zeiden jullie? Nee, ik zei, misschien is het van alles een beetje, zeg maar. Een beetje van die, een beetje van die, een beetje van die. Ja, ik denk, ja. Maar die komen ook gewoon uit die comics, toch? Mm-hmm. Dus komen allemaal, ja. Maar ik vind die wat huidige Spider-Man bijvoorbeeld, vind ik niet zo leuk. Ik vond die eerste vond ik echt leuk. Ja. Ik heb juist tegenovergesteld met al die tech en zo. Ik kan... Skip dat, weet je wel, daar hou ik niet van. Nee, ik vind juist leuk. Daarom, ik denk de Black of de Blue Beetle. Black Beetle, zeg ik. Die Black Beetle is die challenge dan. Iedereen is stil, American challenge. Nee, maar jij bent meer van gewoon oud origineel, zeg maar. Oud origineel. Ja. Je houdt realistisch een beetje. Ja, oké. Okay. Nee, ik hou wel meer van echt van die... Kijk, het hoeft niet fantasierijk te zijn. Mag ook wel, het is gewoon een film, weet je wel. Die technologie in die films, weet je wel, dan gewoon, ja, eigenlijk wat een beetje onmogelijk is. Kijk naar Iron Man, zo'n suit. Ja, dat is onmogelijk. Op dit moment. Kan wel, maar laten wij zeggen dat het onmogelijk is. Adam is oneens. Ik vind alle films vind ik wel... Alle films. Alleen, films. Alleen geen zwart-wit. Brokeback Mountain. Zwart-wit. Je had nog toen in Nederland een zwart-wit film. Wolf. Ja, die heb ik dus niet gekeken. Van, weet je wel, zwart-wit. Adam zegt, skip. Je hebt gelijk weg. Van dingen, man. Van Jim Taito. Ja. Dat is die gast van Jelle Klaar. Klopt. Hij heeft ook dingen geregisseerd. Oost. Van Amazon. En hij is nu volgens mij bezig met zo'n hardcore Thunderdome-doku of zoiets. Echt? Ik zeg waar beelden voorbij komen. Die mensen die zijn. Ja, ook, maar Thunderdome heeft toch wel een hele aparte sfeer. Ik loop alleen maar rondjes. Zijn koude groot moer getatoeëerd op zijn buik. Zijn broertje of familie is toch die ene rapper? Ja, die GD11. GD11. Ja, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Ik weet niet of het een broertje van hem. Ja. Ik weet niet of het echt een broertje is. Zijn allemaal broertjes van broertjes en neefjes. Skip dat, joh. Boeier. Die komt toch van die GD11, die komt toch van zo'n rappersband? Echt wie? Zo'n groep was het, zo'n rappersgroep. Ja, rappersband. Venlo, weet ik hoe het is. Oh ja, Ambu Gang. Ambu Gang. Wat de fuck is dat? Gang. Ambu. Maar veel Disney deze week. Disney zeiden het al in het begin. Ja, Star Wars komt met 3 series. Secret Invasion, zag ik. Het is Disney, maar het is Marvel, onderdeel van. Secret Invasion. Volgens mij zijn dat, ik zag iets met Avengers of zoiets... Ik zag wat voorbij komen, maar ik heb die werken niet of zo, weet je wel. Die zijn die werken. Ziektewet of zo. WW. De Muppets zag ik voorbij komen, de Muppets. Mayhem. Ja, popbandje. Ahsoka. Ahsoka. Is volgens mij... ik heb niet zoveel met Star Wars. Ik denk dat een Russisch geldwoord. Ik ook niet. Ik kijk alleen Mandalorian en dingen. The Book of Boba Fett. Ja. Maar Ahsoka is volgens mij... die kwam volgens mij ook in de Mandalorian voor. Is volgens mij een Jedi. Dus seizoen 1 van dingen is aangekondigd. En 3 nieuwe Star Wars film. Yes. Met ieder uit een ander tijdperk. The Dawn of the Jedi, The Republic. The New Republic. Zijn er Star Wars fans hier? Jongens, handen. Niet allemaal tegelijk, jongens. Niet allemaal tegelijk. Ik heb nooit Star Wars gekeken. Nee, ik ook nog niet. Ja, ik heb een klein stukje gezien volgens mij. Ik had een tijdje, ik hield niet van die oude films. En Star Wars waren allemaal van die oude films. En nu zijn die nieuwe uit. Ja. Maar ik hou er ook niet van om midden in een filmreeks te beginnen. Ik was met mijn neefjes toen naar de bioscoop. Nou, zij wilden heel graag naar de Star Wars, ze waren hier. Het is niet verkeerd, man. Het was een van de laatste, volgens mij 2017 of zo, 2018 of zo. Ja, maar volgens mij moet je die reeks Je snapt niet wat er gebeurt, weet je wel. Klopt, je moet hem gewoon van het begin kijken, zodat je alles snapt. Ja. Ja, man. Hij was ook van Star Wars, toch? Die linker? Wat? Die linker is nee, van Batman. Dat is van Batman, dat is de Riddler. Oh. Die gouden beeld bedoel je? Ja, man, dat is die gouden robot van Star Wars. Hoe heet die ook alweer? C-3PO? Ja, ik weet niet hoe die is. Oh. Ja. Ik ken het allemaal niet, jongens. Dat is toch zo noemen ze Sheldon, toch? Vandaar ken ik het. Met die, dat is die Mattie van Chewbacca, jongen. Yeah. Jongens, weet je wat ik laatst heb gezien, trouwens? Nou, vertel. Een film waar ik echt heel erg naar uitkeek. Nou, A Man Called Otto. Hij is nog steeds met Tom Hanks. Van Tom Hanks. Vertel. Anticlimax, man. Wat dan? Het was echt een... Ken je de Straight Story nog? Ja. Ken je die? Ja. Een film die je gewoon kijkt en gebeuren gewoon dingen. En dan aan het einde... Oh, leuk. Ik zat in die film... Hoe doe je dat? Ik zat in die film en... Weet je dat ik jou niet geloof? Nee. Ik weet niet, man. Tom Hanks, dat hij een slechte film speelt, dat kan niet. Echt, serieus. En dat had ik dus ook.
Ik dacht ook precies hetzelfde. Jawel, jawel. Ik kan hem niet uitleggen hier. Man called Otto. Ik ga hem thuis kijken. Bro, als jij met The Last Castle qua aankomt zetten, dan ik er sowieso niet serieus. Ga je thuis kijken? Ik ga hem kijken. Hoe? Weet ik niet, zie ik dan wel. Ja. Ja. Maar je kijkt dus. En vervolgens gewoon heel voorspelbaar wat er allemaal gebeurt, zeg maar. Even mezelf ophangen en dan val ik opeens neer. Dingen als plafond houdt me niet of zo. Of er komt iemand weer aan de deur. En dan komt hij zo bij de deur. What you want? En dan die vrouw weer. Heel aardige vrouw. En dan richting het einde van die film worden ze dan bevriend met elkaar. En dan gaat iemand dood. Oh ja. En dan is het, het was echt een goede man. Ja, heel voorspelbaar. Tuurlijk was het voorspelbaar. Het is ik zei dat toen ook tegen jou. Maar in ieder geval, hij is niet. Bro, Terminal is gewoon bomba, weet je, echt een bom gewoon. Alleen maar Tom Hanks, jongen. Maar die, ja, maar ik heb er echt naar uitgekeken. En ik was niet eens alleen, ik was, ik was met haar. Nee, bro, maar, wij waren niet samen. En twee stoelen naast ons was er een koppel, echt, die lichten gingen aan, hun zaten helemaal zo. Het was zo, en ik zat echt zo van... Ja, dat betekent dat jij de film niet hebt gesnapt. Ik wilde nog popcorn in ze gooien, zo naar mensen en zo, maar... jawel, ik heb hem wel gesnapt. Echt, maar ik vond hem echt gesnapt. Hij zegt dat. Gesnapt. Maar je onderbreekt mijn verhaal, man. Maar Tom Hanks... Heel veel Marvel. Rest in peace. Nieuwe Spider-Man trailer. Jazeker. Ja, man. Across the Spider-Verse. Ja. Heb je die eerste deel gezien? Ja, jawel. Ik vond het wel nice gemaakt en zo, maar ik vind het een beetje too much. Mm. Met hoppen van die mensen en zo. En nu volgens mij nog duizenden andere dimensies. Ja, klopt. Eén ding vond ik wel grappig van die trailer is dat ze zo zitten van... You? Hebben ze die meme? Hebben ze nagemaakt, man. maar ik weet niet, maar jij gaat hem denk ik wel gewoon checken. Ja, ik ook. Maar ik heb niet te veel verwachtingen van. Maar ik vind Spider-Man wel een van de betere films van Marvel. Spider-Man en Iron Man. Jij vindt alles van Marvel, vind ik. Ja, je kunt niks slechts over Marvel zeggen. Nee, man. Jawel, man. Guardians of the Galaxy vind ik er niks. Kijk. Die vind ik helemaal niks. En Ant-Man. En er komt ook een nieuwe film van Indiana Jones, hè, jongens. Ja, man. Hoppa. Daar kijk ik wel naar. Wanneer was die laatste uitgekomen? Hoe lang geleden? Laatst was in 2008. Dus dit is een sequel daarop. 14 jaar. Is het? Harrison Ford weer gewoon. Harrison Ford. Maar niet door Spielberg. Nee, klopt. Dat was een Mangold, toch? Ja. James Mangold, dacht ik, ja. Hmm. Maar alsnog, ik verwacht wel een goede film. Hij is gewoon sowieso altijd leuk. Ja. Plus, het is gewoon te lang geleden, weet je wel. Dus je hebt er gewoon weer zin in. Ja. Nooit te oud voor goede Indiana Jones. Misschien komen daarna weer achter elkaar al die films. En komt er ook weer een serie van Indiana Jones. Verse. Spin-off dit, spin-off dat. Ik zal me er echt niet raar op gaan kijken. Ik heb nog een teaser, man. Het is niet echt een teaser. Een first look, volgens mij was het gewoon een illustratie. Ja. Van Five Nights at Freddy. En wat ik er eigenlijk zo vet aan vind, is volgens mij was het ooit begonnen als gewoon een simpele project van een paar guys of zo. Dat was gewoon echt een klikspelletje. En dan zag je verschillende camps en dan moest je door verschillende locaties klikken. Ja. En dan deur sluiten op tijd. En toen kwam er echt gewoon een vol PlayStation game uit. Een vol PC game gewoon. En nu komt er ook een film uit, man. Ik zag dat nieuwtje ook. Is dat een thriller of zo? Of wat? Ja, het is volgens mij ben je gewoon een beveiliger in een speelparadijs of zo. Ja. En in de nacht komen die beesten tot leven, man. Gek. Dus ik denk dat het een soort van thriller wordt, man. Een beetje thriller-horror versie van Toy Story. Ja, man. Lekker. Oké, we moeten wel even snel door. Want ik heb nog een nieuwtje. Ook als filmtip, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix is goed bezig. Hij werkt momenteel aan drie films tegelijk. We zagen laatst een first look van Napoleon, de film. We zagen ook Bo's Afraid trailer, teaser. Yes. Die komt ook binnenkort uit. En Joker Folia 2 is afgerond, man. Ja? Ja, man. Dus nice. Heel veel behind the scenes zagen we ook onder andere van Lady Gaga. En Gaga, oelala. Joaquin Phoenix zelf. die komt binnenkort ook waarschijnlijk uit. Volgend jaar. Binnenkort zeg ik maar. Het is gewoon volgend jaar. Zijn die Joker films een beetje goed? Die eerste? Ja, man. Die is gewoon nice, man. Ja. Meestal kijk niet zo teleurgesteld aan. Zo van, heb je die niet gezien? Oké, mijn laatste nieuwtje. Ja, dan gaan we door. Dan moeten we echt door. Jonah Hill, die is bezig met een film.
Keanu Reeves is in onderhandeling nog, maar waarschijnlijk gaat Keanu Reeves hoofdrol spelen in een dark comedy film van Jonah Hill, die hij zal schrijven en regisseren. De film heet Outcome. Yes, Outcome. En hij schrijft samen met Ezra Woods. Dat waren al mijn nieuwtjes, man. Hebben jullie nog nieuwtjes? Hebben jullie nog nieuwtjes, jongens? Nou, je hebt eigenlijk al eens meegepakt, wat ik ook. Ja, man. Dankjewel, Adam. Man. Ik ben vandaag gezellig bij je aangesloten. Aangesloten. Ja. maar ja. Ja, qua nieuwtjes heb ik me niet echt verdiept in de nieuwtjes. Maar maakt niet uit. Ik vind het wel goed dat je er bent. In ieder geval, Oroen, heb jij de nieuwste releases voor ons? Ik heb de nieuwste releases voor vertel. Jou. Vertel. Nieuwste release. Ja, want deze week staan er een hele hoop nieuwe releases op de planning. Maar ik heb even drie films echt waar we naar uit kunnen kijken, heb ik even meegenomen. Ja, man. Om te beginnen komt Air, komt donderdag 13 april in de bioscoop. Yeah. Gaat over Nike. En is het Nike of Nike? Nike? Ik zeg altijd Nike, maar het is volgens mij Nike. Nike. Het is officieel Nike. Het is Nike. Gaat over Nike en hoe ze MJ volgens mij strikken bij Nike. Wanneer die op Amazon, het is een Amazon film, wanneer die op Amazon komt is nog niet duidelijk. Ja, maar in de bioscoop komt hij wel deze week. Deze week donderdag komt hij in de bioscoop, dus gaan we 13 checken. 13 april toch? 13 april. Yes. Kikker in je bil, hoppa. Aha. Een beetje, dat was 1 april meer zo. Een beetje voor de kickbox liefhebbers, Black Lotus, met een hoofdrol Rico Verhoeven. Komt ook 13 april in de bioscoop. Die film heeft toch niks met kickbox te maken? Hm? Nee, maar gewoon als je Rico Verhoeven fan bent. Krijgen we een hater, jongen. Krijgen we dat Nederlands Engels? Ja, volgens mij is die ook gewoon Engelstalig, man. Ja, dat denk zeg ik. Wel. Dat met dat Nederlands accent. Oh, die Nederlandse, net als wat Max heeft. Dat stinkel Engels, ja. Dat stinkel Engels, inderdaad. Hallo, kaptige, kopstoptige, dit is another koek. Dit is another biscuit. Hoewel. En zondag op HBO Max, Barry seizoen 4. Barry. En Barry. Dat waren alle hoogtepunten. Wil je een volledig overzicht? Check maandag onze social media kanalen. Daar kun je een volledig overzicht vinden van de nieuwe releases. Ook hebben we deze week een review opgenomen. Samen met Hakan. Over de nieuwe Super Mario Bros. Film. It's me. Ja, komt, aanstaande dinsdag komt die online. Yes. Dus volg ons op Spotify of Apple Podcast of waar je ons beluistert. Mis hem niet. Die komt donderdag of komt dinsdag op je favoriete podcast app. En vergeet ons ook niet te volgen op Instagram met de Videocorner. Yes. Voor nog meer nieuwtjes. Ja, en wat een aflevering weer. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Bedankt, jongens. Is Adam de volgende week weer? We hebben nog wel even tijd. Ik ben volgende week zondag wel vrij, dus het zou kunnen. Zet maar in je agenda. Verras ons, man. Ik zal jullie verrassen, inderdaad. Oh, is het nog echt ik ga jullie verrassen door niet te komen. Weet je, ook al kom je niet... We hebben je nummer. Ja, precies. Dat we gaan je bellen. En we gaan, als we jou wakker bellen, dan doen we... Nee, dat was, het was gezellig weer, jongens. Ik heb het gemist hier. Ik zie ook een nieuw setup en zulke dingen. Top. En zulke dingen. En je bent ook altijd van harte welkom. Ja, ik weet niet. Als Oron, misschien was het effect van de morfine van Oron. Ja, man. Dat hij zei van, oké, blijf maar zitten, maar... Had hij die vorige week al? Ik was wel. Ik ben wel wat fitter, wat frisser nu, man. Ik was je had hem gisteravond moeten zien. Ja, man. Ja? Gisteravond ik was echt aan het dingen, man. Ik was echt helemaal weg. Ik zeg tegen mezelf, zullen we even Mackie ijsje eten? Ik denk dat ik naar huis ga. Het hoor al op half negen. Ja, man. Naar huis, ik was gelijk weg. Als ik dat geweten was ik hier gekomen. Ik moet hem nog terugpakken toen ik die lichte hernia had. Toen ik in bed lag, altijd. Ik was gisteren... hij zet zo'n irritante vrouwenstem, zet die op. Hij zet mijn laptop in mijn kast. Ik kon niet opstaan uit mijn bed, hè. Yeah. Hij zet mijn laptop in mijn kast, die volume max aan, en loopt weg. Ik had gewoon Ninecat opgezet, weet je wel. En dan gewoon 100 uur remix. Nee, maar dit is nog vervelender. Dit was nog vervelender. Dit was toen zo'n trend ook. Maar ik had gisteren, ik was 12 uur of zoiets, nog niet eens, 11:30 of zo ging ik slapen. Ja, en normaal ben ik altijd 8 uur of zoiets of wakker, man. Dat is echt mijn max. Ik was vandaag om 10 uur of zo pas wakker. Boah. En ik was nog slaperig, man. Ik zat even een beetje op YouTube nog. Mijn ogen vallen heel de tijd zo weg. Ja, tuurlijk, jongen. Ik dacht even maar je mag dan ook geen auto rijden en zo? Nee, man. Okay. Ik ben ook lopend gekomen, man. We zetten je wel weer af. Top, man. Dankjewel. Afzetten. Jongens, bedankt alweer. En de luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Ja. En, jullie ook bedankt, Adam. Bedankt voor je aanwezigheid. Like en deel. En tot volgende week alweer. Yes. Kan ik niet beloven. Wij wel.
Hasta la vista, baby. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.